Ja, dan zijn we weer met een nieuw deeltje van FIFA 15 Ultimate Team. Nieuwe selectie gemaakt. Nederlands elftal. Gaat wat moeizamer, maar dat gaat allemaal goed komen. Eerste wedstrijd van Divisie 8 gelijk gespeeld. Gaan we nou een keer proberen te winnen. Kijken of ze allemaal wel een beetje. Dat is fit genoeg. Doorgaan. Uit. Tegen wie? Naar mijn favoriete. Yes, beginning now. Ze begonnen het seizoen misschien wat onbevredigend met 1 punt, maar vandaag zullen ze proberen daar 4 punten van te maken. Dat zou mooi zijn, inderdaad. De verwachtingen zijn hoog gespannen bij de aftrap. Er is al zoveel gezegd en geschreven over deze wedstrijd. Sneijder heeft de bal. Elia. De Jong. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? De doelman is goed met de les en kan de bal makkelijk pakken. Geen probleem voor de keeper. Komt hem door naar een medespeler. Hij krijgt steun van een aantal medespelers. Huntelaar aan de bal. Sneijder moet zorgen dat hij de bal niet verliest. Huntelaar heeft hem. De Jong. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Ja, en nu? Hij schiet. Bedoelde het goed, maar mist raak. Ik vind je plezier. Goed zetting. Wie pakt die bal op? Dit is Huntelaar. De Jong. Over de lijn, ingooi. Dit is Huntelaar. Links loopt er iemand mee. Elia. Goed verdedigd, maar die voorzet stelde ook niet veel voor. Sanchez. Sneijder heeft de bal. De Jong. Sneijder aan de bal. Huntelaar. Dat ziet er goed uit. Nou, de bal die flink van. Dat ziet u ook wel. Depay. De Jong. En hij komt zijn doel uit voor de redding. Ja, maar je moet zoiets in een fractie van een seconde beslissen. En het was een goede beslissing.
Gregory van der Wiel. Sneijder heeft de bal. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Ziet er gevaarlijk uit. Bal blijft in het spel. De Jong. Gregory van der Wiel. Huntelaar. Doelpoging. Bal gestopt, maar komt terug. Sneijder heeft de bal. De scheidsrechter fluit. Gele kaart. Hij maakt een overtreding met die sliding. De scheidsrechter heeft het gezien. Sliding, overtreding. De paas is goed. Kon de bal niet naar beneden koppen. Hij verbaast me niks. Hij strekt zich ook helemaal uit, maar kon hem toch alleen maar schampen. Klaar. Elia. De Jong. Nigel de Jong wil de bal hebben. Hij had de bal, maar kon hem niet vasthouden. Die gaat er nu mee vandoor. Dit is Huntelaar. Klaas-Jan Huntelaar speelt altijd vrij diep voorin, maar probeert bij balverlies ook meteen de opbouw van de tegenstander te verstoren. Mooi onderschept en het gevaar is weer even geweken. Die voorzet komt zo bij de achterhoede terecht. De Jong. De Jong. Mogelijk een goede kans hier. Ja, en nu? Hij schiet. Scheelt hem. Elia. De scheidsrechter fluit voor een overtreding. We krijgen dus een vrije trap en een mooie plek. Daar krijgt hij een gele kaart voor, hoor. Uitstekend gedaan, hoor, keeper. Die bal geven ze toch wel heel makkelijk weg, zeg. Die bal is voor de keeper. Hij kan het wel oppakken. Daar was hij iets te gretig. Ja, en dan is het buitenspel. Je hebt toch wel die bal. Tjoe. De eerste helft zit erop en de stand is 0-0. Na de thee kunnen ze gewoon weer opnieuw beginnen. En dat terwijl ze al zoveel kansen hebben gecreëerd voor de rust. Ze hadden duidelijk het beste van het spel, ja. Maar ja, als je ze niet maakt, dan sta je alsnog met lege handen. Staan. Nee.
distribution on the field. Going on now is... We gaan beginnen. Eens kijken wat de tweede helft ons brengt. De tackle is goed, maar hij is de bal alweer kwijt. De Jong. Strootman. De Jong. Geslaagde defensieve actie en het spel gaat de andere kant weer op. Gregory van der Wiel. De Jong. Huntelaar heeft hem. Elia laat zich niet uit balans brengen door die sliding. Strootman. Verdediger blijft kansloos achter. Wie komt er met de bal uit? Depay. Depay. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Een schot. Ja, dit is een geweldig hard schot hoor. Maar ja, daar worden de keepers op getraind tegenwoordig. De doelman houdt voorlopig zijn doel schoon. Zo, klem vast die bal. Goeie redding over de keeper. Kut. De Jong. Wanneer komt die voorzet? Overtreding, maar die was nodig om de aanval te onderbreken. Hele gele kaart. De scheidsrechter trekt een gele kaart. Hij gleed naar de bal, maar raakte de speler. Een overtreding dus. Hij maakt een sliding, maar daarbij raakt hij de man. Büttner. Depay. Huntelaar aan de bal. En dan wordt er gefloten. Buitenspel volgens de scheidsrechter. Ik weet het niet hoor. Het zou een dure fout kunnen zijn. In the life. Al die buitenspel. Het is een ingooi. Büttner. Depay. De Jong. Bal kwijt. Tegenpartij is nu aan zet. De bal ligt voor het oprapen. Maar wie is daar als eerste bij? Depay. Depay.
maakt zich wellicht al op voor een schot. Ongelooflijk hoor. Hij laat zijn grote kwaliteit zien met deze actie. De keeper mag hem dankbaar zijn. Gregory van der Wiel. De Jong. Hij is er bijna. Fantastische redding van de keeper. Maar wat een enorme knal was dat zeg. Ja, het is een leuke wedstrijd. Het gaat alle kanten op. En door de redding blijft het gelijk. Hij wordt voorgegeven. Die voorzet komt zo bij de achterhoede terecht. En de voorzet in handen van de keeper. Goed keeperswerk. Er wordt goed gejaagd, maar ook goed gekiept hoor. Sanchez. Klaar. Depay. Dit is Huntelaar. Er zijn nog 5 minuten officiële speeltijd te gaan en de stand is gelijk. Huntelaar moet uitkijken. Hier. Uit. Balbezit heroverd, maar helaas van korte duur, want is hem alweer kwijt. En het schot. Ze proberen wel op voorsprong te komen, maar vooralsnog staat het nog steeds gelijk. Huntelaar, te snel vertrokken en dus afgevlogen op het spel. Flikker toch op, man. Lekker gaat het, dat helemaal niet goed. En nu is je moeisjouw. Nigel de Jong voorover de bal. De scheidsrechter fluit voor een overtreding. Hij heeft eerder al geel gegeven aan deze speler. Ik ben benieuwd of er weer een kaart komt. Ja, dat is natuurlijk niet slim met al geel op zak. Nee, dat wordt onder de douche staan. De wedstrijd zit erop. Het was een doelpuntloos gelijkspel. Dat is het tweede gelijkspel op rij. 2 punten zijn aardig, maar ze zullen de volgende wedstrijd toch echt 3 willen pakken. Ja, dat schiet toch meer op. Tot zo, 2 punten iedere keer. 8 punten, 8 keer 3, als ik dan nog 3 keer win. Ja, dat is 24 punten nog. 20 punten. Dus kampioenschap is nog haalbaar. Papa met gelaagspijnen. Is dat het stroom dan echt als Kim? Dus begrijp ik niet helemaal. Maar hij heeft niet.
basis. Ja, ik ging eerst even naar de instelling. Dat is waar ook. Nou, dit was weer even een deeltje in, want de instellingen die laat ik niet zien in dingen, want het is allemaal. Only is, let's see.